Wembley, 31 juli. It's in! Bijna 90.000 mensen. Chloe Kelly! Engeland is Europees kampioen. Wembley in december. Nu zijn er maar zo'n 40 mensen. Internationale journalisten die allemaal speciaal naar Londen zijn gekomen voor deze vrouw. Ja, goed. Ja? Ja. Sarina Wiegman. Ik ben wel een beetje populair. Ja. Nou ja, nu je het zegt denk ik, goh, best bijzonder. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel bizar. En, het is gewoon heel mooi dat het vrouwenvoetbal zo groeit en dat het hier natuurlijk zo goed is gegaan. Daar ben ik hartstikke trots op. En dat is niet gek. Wiegman is deze zomer een nationale heldin geworden in Engeland. Na bijna 60 jaar wachten won het land dankzij haar eindelijk weer een grote voetbalprijs. Ze zei ook, we desperately want to win a tournament. Dus echt, dat zit zo diep in deze bevolking. Nou, de mensen blijven naar je toe komen, nou, de spelers natuurlijk ook, maar we hebben het nu even over mij. Bedankt dat je de cup hebt gebracht. Met het laatste fluitsignaal dacht ik, echt van, we hebben het gewoon geflikt. Het feest na de EK-finale is mooi, maar dit beeld misschien wel het mooist. Een eerbetoon aan Diana, haar zus, die vlak voor het toernooi overleed. Was dat iets waar je over nadacht of gebeurde nee, dat gewoon? Nee, gebeurde gewoon. Daar had ik geen seconde over nagedacht. Kijk, zij is natuurlijk continu bij mij. Maar je zit gewoon, net als in het laatste fluitsignaal, je zit in een soort van waas. Ik heb dan niet door dat er zoveel camera's op je giegel. Ja, dat klinkt heel raar, maar heb je gewoon niet meer door. Ja. Ik vond het achteraf ook wel een mooi beeld. Het was in ieder geval heel puur. Vrouwenvoetbal is in Engeland populairder dan ooit sinds het EK. Wedstrijden in de competitie hebben nu soms 30.000, 40.000 toeschouwers. De impact op de maatschappij. De spelers hebben natuurlijk ook een brief geschreven over dat alle meisjes toegang moeten hebben tot voetbal en eigenlijk tot sport. Dus wij blijven natuurlijk ook hameren op van zorg dat je balans houdt tussen top presteren op het veld en gebruik ook het moment om je stem te laten gelden op een goede manier. Now little girls are walking around with the names of our players on the back of their shirts. They want football shoes. That's making change in society, I think. Ben jij daar zelf misschien ook in veranderd de afgelopen jaren? Dat je daar zelf ook meer voor open staat voor dat maatschappelijke gedeelte naast het voetbal? Ik heb er altijd wel mening over, maar ik had nooit zo de behoefte om een mening heel erg uitgesproken. Dat is ook niet zo wie ik ben. Terwijl het soms wel noodzakelijk is. Dat besef ik me ook heel goed hoor. Twee Europese titels, een handvol ereprijzen, nu nog het hoogst haalbare, de wereldtitel. Dat kan komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Ik denk natuurlijk zijn wij, nou denk ik niet, we zijn natuurlijk een van de favorieten, maar er zullen weer heel veel favorieten zijn. Maar zijn jullie op dit moment niet gewoon het beste land ter wereld? Zijn jullie niet de grote favoriet op dit moment? Ja, dat zou ook kunnen. Haar statistieken in Engeland zijn indrukwekkend. Wiegman verloor nog geen wedstrijd sinds haar komst, 16 maanden geleden. En ook het doelpuntengemiddelde spreekt boekdelen. Kortom, het gaat heel erg goed. En dus rijst de vraag. Zie jij jezelf nog wel ooit naar Nederland terugkeren? Of denk je, nou, ik vind het wel goed zo hier? Ja. Nou, zover denk ik nooit. Ja, goed, mijn roots zitten natuurlijk in Nederland. En ik ben ook wel een behoorlijke familiemens. Ik heb het inderdaad echt heel erg naar mijn zin. Het klikt heel goed. Ik heb natuurlijk nog een contract tot 2025. Dus we hebben nog een tijd. En ja, daarna zie ik het wel. Maar ik zie mezelf zeker wel weer terug in Nederland. Maar voorlopig is Nederland nog een concurrent. Met sinds een aantal maanden de oude mentor van Wiegman aan het roer, Andries Jonker. Spreken jullie elkaar wel eens sinds hij bondscoach is geworden? Ja, maar minder dan voorheen. Omdat het, ja goed, het zit natuurlijk in andere rollen nu. Dus we hebben een aantal keer ja, succeswensen en dat soort dingen. We hebben allemaal het beste voor met het vrouwenvoetbal. Ja. Dus ja, goed, er is een gezonde competitie, zeg maar. Maar... Ja. 20 augustus. Droomfinale Nederland-Engeland? Het zou wel een mooie finale zijn. Ja, heel eerlijk. Ja, ik hoop dat we de finale halen. Het zou Nederland kunnen zijn. Uiteindelijk hoop ik ook dat we hem winnen en dan zien we het wel. Dankjewel. Alsjeblieft.